Ik ben dus Nina, ik ben lid van Internationale Socialisten. En al voordat ik daar lid van was en ook in de tijd dat ik nu lid ben, ben ik heel erg bezig als klimaatactivist. En het is voor mij dus ook niet echt de eerste keer dat ik een meeting doe over klimaat. En meestal begin ik die meetings met een beetje updates te geven van wat zijn de laatste updates uit de klimaatwetenschap. Wat zijn updates over klimaatontwrichting die nu gaande is, die we zien. En het voelt een beetje afgezaagd om dat weer te doen. En ik denk ook van, hoe kan het, als er iemand in deze zaal zit die dat niet zou weten, dan leef je volgens mij echt onder een steen. Is een beetje als geen enkel idee hebben dat er een oorlog gaande is in Oekraïne. Maar ik dacht, ik ga het toch eventjes doen, omdat de situatie toch ook belangrijk blijft om op de hoogte te blijven van de details van de klimaatontwrichting en hoe zich dat voordoet. Afgelopen week alleen al hebben we verschillende klimaatrampen gezien. Namelijk in India, waarin de afgelopen week in het ene deel van India sprake is van een extreme hittegolf en extreme droogte. De temperaturen zijn daar al opgelopen tot meer dan 45 graden. Mensen blijven gedwongen om door te blijven werken, terwijl er dus eigenlijk ook heel weinig eten is en heel weinig drinkwater. In het noordelijke deel van hetzelfde land is er juist sprake van extreme regenval en wat extreme overstromingen en modderstromen veroorzaakt. Met als gevolg dat er op dit moment in dat deel van India al meer dan 500.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. En dat is die regenval, dat is eigenlijk het regenseizoen in India, wat normaal gesproken pas eind juni begint, maar dat dit jaar zich dus al in half mei plaatsvindt. En waar het land dus niet op voorbereid is, wat ook als best wel desastreuze gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de landbouw die weg wordt gestroomd. En dit zijn enkele voorbeelden. Een ander voorbeeld is ook wat ook op het moment gaande is, dat er in Oost-Afrika een extreme sprake is ook van extreme droogte met als gevolg extreme honger. Is echt sprake van een hongersnood. En een donderdag verschenen rapport van Oxfam NoVib stelt dat daar op dit moment elke 48 seconden een dodelijk slachtoffer valt door die hongersnood. En de klimaatwetenschap is best wel duidelijk dat er geen enkele ramp als dit losgezien kan worden van de klimaatontwrichting die zich dus nu al manifesteert. Er is op dit moment geen enkele hittegolf op aarde die niet deels verklaard wordt door klimaatverandering. Geen enkele overvloedige regen die niet deels veroorzaakt wordt door klimaatverandering. En daarnaast heb je dus ook de wetenschap. Afgelopen jaar is het IPCC weer met enkele nieuwe rapporten gekomen. En in principe verandert die wetenschap niet heel erg, want die is natuurlijk wel al sinds gewoon echt al een aantal jaren lang echt best wel steady op wat klimaatverandering is, waardoor het wordt veroorzaakt, namelijk de uitstoot van broeikasgassen en wat de gevolgen ervan zijn. Het enige verandering is in die wetenschap dat die door de jaren heen, hoe meer bewijs er komt, eigenlijk steviger wordt en ook veel duidelijker eigenlijk aan de noodklok, de noodklok luidt. En wat er in die laatste rapporten is, waar die laatste rapporten ook veel meer op focussen, is dat de huidige opwarming die we nu zien dus ook echt al het gevolg is van die historische uitstoot van CO2. En dat dus nu al grote veranderingen in de ecosystemen van de aarde heeft veroorzaakt. Denk hierbij aan de atmosfeer en de chemische balansen in de oceanen. En in deze meeting wil ik het niet verder hebben over die wetenschap en ook niet per se over hoe klimaatverandering zich op dit moment manifesteert. Maar deze urgentie en deze kennis, dat is dus wel eigenlijk de achtergrond waarop je moet kijken naar klimaatpolitiek. En ik denk de eisen en urgentie die heel veel activisten als ik voelen. En dat is ook een beetje, dat je dat een beetje als achtergrond moet zien van waaruit we vertrekken.
En wat daarbij ook belangrijk is om te zeggen, is dat bij klimaatverandering gaat het dus over, gaat dus eigenlijk heel breed gezien over die opwarming van de aarde. En elke 0,1 graad opwarming meer betekent gewoon meer dodelijke slachtoffers, grotere delen van de planeet die onbewoonbaar zullen worden. Dus het is gewoon echt, elke 0,1 graden telt. Dus daarom is het ook super belangrijk om zo snel mogelijk te beginnen met die energietransitie. En in deze meeting gaan dus ik en Isa het meer hebben over wat een energietransitie is en hoe wij naar die energietransitie die nu zo hoog nodig is kijken en hoe die eruit zou kunnen zien. En dat vind ik zelf belangrijk omdat ik in de klimaatbeweging heel veel zie dat mensen heel erg boos zijn en heel erg voor verandering strijden, maar dat er weinig ideeën zijn over hoe die verandering eruit moet zien. Stel, wij boeken overwinningen, hoe moeten die overwinningen eruit zien? Het gaat natuurlijk heel erg over van er moet minder of misschien moet veel minder geproduceerd worden en minder gevlogen worden, weg van fossiele brandstoffen. Maar hoe bouwen we die samenleving op die dan op zulke andere fundamenten berust dan die hoe we die kennen? En dat is eigenlijk, dat is een super grote vraag natuurlijk, maar waar wij in deze meeting ons dus over buigen. En wat hierbij ook belangrijk is om te benoemen, ik raakte het net al een beetje lang aan, dus dat die klimaatwetenschap bestaat in principe al sinds de jaren 80. Dus overheden en bedrijven zijn zich al superlang bewust van de ontwrichtende gevolgen van onze fossiele samenleving. Maar die hebben daar niet, natuurlijk niet op gehandeld, zoals we allemaal weten. En dat heeft ook als gevolg dat die transitie er op dit moment heel anders uitziet dan hoe die er oorspronkelijk, toen klimaatwetenschap zijn eerste voet aan de grond kreeg, eruit had kunnen zien. En in eerste instantie werd die klimaatwetenschap door overheden en bedrijven natuurlijk zoveel mogelijk genegeerd en aan de kant geschoven. En momenteel claimen de meeste overheden natuurlijk wel om dat ze klimaatbeleid voeren. Maar dat betekent niet dat er ook dat er sprake is van ook maar een soort van energietransitie. Dus als we kijken naar de situatie in Nederland, dan wordt er in Nederland nog steeds onderzoek gedaan naar uitbreiding van gaswinning. Dus hoe kunnen we nieuwe gasvelden openen? Er wordt nog steeds onderzoek gedaan over uitbreiding van oliewinning op de Noordzee, op de Waddenzee. Er wordt nog steeds volop geïnvesteerd in het uitbreiden van snelwegen en ga zo maar door. Tegelijkertijd claimt deze overheid natuurlijk wel dat ze goed klimaatbeleid voeren. Dat zij echt wel bezig zijn om het voor ons allemaal op te lossen. Dat is het klimaatakkoord van Rutte is daar een voorbeeld van. Er zijn heel veel woorden over hoe dit gaat worden opgelost. Maar als je dat goed bestudeert, zijn het eigenlijk gewoon subsidies voor bedrijven die claimen dat ze groen doen, zonder dat ze hun fossiele takken hoeven af te stoten. En echt de grote vervuilers, dus denk aan de luchthavens en de fossiele doorvoer die in Nederland in de havens van Amsterdam en Rotterdam heel belangrijk is, worden 100% niet genoemd in het klimaatakkoord van Rutte. Dus echt de grote vervuiling die in Nederland plaatsvindt is op geen enkele manier onderdeel van het zogenaamde klimaatbeleid van Nederland. En afgelopen week kwam er ook een onderzoeksrapport naar buiten over de uitbreiding van en de aanleg van een zeesluis, waar het Rijk echt wat een miljardeninvestering was van het Rijk om dat aan te leggen. En die zeesluis is aangelegd enkel en alleen maar voor om het mogelijk te maken om nog jarenlang in die havens grootschalige doorvoer van fossiele brandstoffen, steenkool, plaats te laten vinden. Dat is een investering die is gewoon nu gedaan, afgelopen jaren, terwijl dit dus een kabinet is dat claimt het groenste kabinet ooit te zijn. En dat staat dus eigenlijk in stril contrast met de energietransitie die we nodig hebben. En het
industrieel kapitalisme is eigenlijk sinds haar begin in de 19e eeuw gebaseerd op zowel de uitbuiting van arbeid en het onteigenen van land, als het gebruik van fossiele brandstoffen. Dus dat moet je ook echt begrijpen bij het analyseren van onze fossiele economie, dat fossiele brandstoffen een belangrijke basis vormen voor deze economie, omdat deze brandstoffen namelijk in staat zijn om gecentraliseerd, dus op één plek, energie te leveren, wat heel belangrijk is voor de kapitalistische productie in grote fabrieken. En dat de fossiele brandstoffen in staat zijn om 24/7, dus non-stop, energie te leveren. Wat ook heel erg belangrijk is natuurlijk voor de 24-uurs economie die wij kennen. En hernieuwbare energiebronnen, zoals wind en zon, zijn dus eigenlijk in hun kern is dat best wel tegengesteld aan de belangen van het kapitaal. Omdat deze energiebronnen niet in staat zijn om gecentraliseerd energie te leveren, of in ieder geval minder. Het is eigenlijk in kern gedecentraliseerde energie. En daarnaast in haar kern is het een energiestroom die fluctueert in beschikbaarheid. Wat ook voor hoe de kapitalistische productie altijd zo hoog mogelijk wil hebben, niet in zijn belang is. En ik denk dat het voor mij en heel veel anderen dus heel erg duidelijk is dat een goed antwoord op de klimaatcrisis niet te rijmen is met het kapitalisme. Dat is eigenlijk gewoon de leus oneindige groei op een eindige planeet dat niet mogelijk is. Dus dat we uiteindelijk, iedereen die een serieuze klimaatactivist is, op zijn minst anticapitalistisch en uiteindelijk lijkt me overtuigd wordt door het socialisme. Maar alsnog hebben we niet echt zin om alleen maar te roepen van, oh, we hebben revolutie nodig. Want we weten allemaal dat we dan, door enkel te roepen, we hebben revolutie nodig, dat er geen revolutie komt. Dat we in het hier en nu strijd moeten voeren. En ik denk mensen moeten overtuigen van het beleid van wat onze kapitalistische overheden voeren op klimaat, dat het niet werkt. En dat er wel degelijk alternatieven zijn. En dat we dus moeten beginnen met in de wereld die wij kennen te strijden en ons te organiseren voor het opzetten van deze alternatieven. En daarbij is het dus noodzakelijk om een eigen visie te hebben op de energietransitie. En dat is een visie die aan de ene kant gebaseerd is op wat is er nodig om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken en hoe organiseren we dat. En daarnaast is het denk ik belangrijk om ook voor onszelf te beseffen dat dit de wereld is waarin we leven. Dus ook al zitten we in een soort van unlikely situatie dat we revolutie hebben door het enkel alleen te roepen, moeten we alsnog ook die energietransitie organiseren. Dus los daarvan is het ook dus belangrijk om ons te verdiepen in hoe we op een ecologische manier onze economie kunnen inrichten. Ik ga hier een klein voorzetje op geven bij dingen die ik denk waar we mee zouden moeten beginnen. En Isa gaat straks meer in detail enkele scenario's van meer in detail scenario's van energietransitie uitbouwen. En mijn focus hierbij is wel specifiek op landen, dus geïndustrialiseerde landen zoals Nederland, hoe daar de energietransitie eruit ziet. Het is denk ik belangrijk om te beseffen dat in landen, gewoon echt hyper uitgebuite landen zoals Jemen of Bangladesh, dat daar de energietransitie er heel anders uitziet dan in Nederland. Maar ik focus me dus echt op geïndustrialiseerde landen. En het eerste wat er zou moeten gebeuren en wat denk ik ook een superbelangrijke eis is voor de klimaatverandering, voor de klimaatbeweging, dat er een directe stop moet komen op alle nieuwe fossiele projecten. Want zoals ik net schetste, wordt het dus gewoon nog steeds flink geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe fossiele infrastructuur. Denk aan die zeesluis. Denk dus aan ook de uitbreiding van snelwegen, de groei van luchthavens zoals Schiphol. Dat is gewoon het eerste en het makkelijkste wat we kunnen doen, direct mee stoppen. Daarnaast moet er dus een zo snel mogelijke sluiting van alle kolencentrales worden en gaswinningslocaties worden gerealiseerd. En dit heeft super grote gevolgen. Dit is een heel groot project, want eigenlijk het
elektriciteitsnet moet hierop worden aangepast. Heel veel huizen moeten hiervoor worden omgebouwd omdat die van het gas af moeten. En dan kom je eigenlijk meteen bij een derde transitie-eis voor de klimaatbeweging. En dat is denk ik dat de woningbouw genationaliseerd moet worden. Zodat alle woningen zo snel mogelijk geïsoleerd kunnen worden. En van het gas af kunnen worden gehaald. En tegelijkertijd voorzien kunnen worden van zonnepanelen. Daarnaast zou het openbaar vervoer weer in handen van ons allemaal moeten komen. Zodat het openbaar vervoer kan worden uitgebreid en de belangrijkste vorm van transport kan worden. En dit behelst eigenlijk ook hele grote investeringen in het treinnetwerk van Nederland als wel Europa. En daarnaast zou dat openbaar vervoer dus ook gratis moeten worden gemaakt. Daarnaast hebben we denk ik ook nog een grootschalige verandering nodig in de landbouw. Het verschepen en rondvliegen van eten, dat moet eigenlijk zo snel mogelijk worden gestopt. Waarbij er dus echt het voedselsysteem wordt ingericht dat er geproduceerd wordt, lokaal geproduceerd wordt. En dat er dus zo min mogelijk eten over zee en door de lucht verplaatst hoeft te worden. En daarnaast dat er eigenlijk een direct einde kan worden gemaakt aan de productie van allerlei onnodige consumptiegoederen. Denk aan de grootschalige productie van kleding die direct weer eigenlijk in de fik wordt gestoken. De onzinproductie, ja, allemaal shit die we niet nodig hebben, zou eigenlijk direct gestopt mee kunnen worden met de productie daarvan. En daarnaast, dingen die wel nog geproduceerd moeten worden, moeten ook op een andere manier geproduceerd worden. Namelijk dat ze niet kapot gaan binnen een paar jaar, maar dat ze gerepareerd kunnen worden. Dat de onderdelen hergebruikt kunnen worden. Dat is ook een groot probleem. Hoe er op dit moment veel apparaten worden ontworpen, is het heel moeilijk om de onderdelen daarvan te recyclen en te hergebruiken. Dus ook hoe dat soort apparaten worden gemaakt, moet veranderd worden. Maar er zijn superveel ideeën over, maar dat wordt natuurlijk gewoon niet doorgevoerd, omdat dat minder winstgevend is. En ik denk dat dit is eigenlijk een fundamenteel andere economie dan hoe we die nu kennen. En een transitie als dit vergt natuurlijk superveel planning en organisatie. Als je bijvoorbeeld hebt over die transitie in de landbouw. Heel veel bodems, bijvoorbeeld in Nederland, zijn super erg uitgeput. En het duurt iets van 1,5 jaar om die bodems te herstellen. Dat er daadwerkelijk ook eten wat geschikt is voor mensen, niet alleen voor vee, op kan worden geproduceerd. Dus dat is een project wat echt tientallen jaren in beslag zou kunnen nemen. Maar wat denk ik wel een noodzaak is. En zoals ik net in mijn introductie al zei, is elke dag dat we op dezelfde voet doorgaan, leidt tot meer ontwrichting op de lange termijn. Dus voor ons is er eigenlijk geen dag te verliezen om onze ideeën hierover aan te scherpen en actief te zijn in de beweging die deze verandering kan afdwingen. That's it. Dankjewel, Nina. Ik ga denk ik hier eventjes op inhaken. Ik ben Isa, ik werk bij Wise Nederland. Misschien kennen jullie het wel van die Smiling Sun stickers. Wij zijn World Information Systems on Energy. We doen eigenlijk onderzoek naar hernieuwbare energie. En voeren campagne daarover ook. Nee, er is nog geen slide. Maar hij doet het helemaal niet. Oh, dat is niet. Oké, okay. Nou, is niet erg. Nog. Maar ik wil graag ook even ingaan eigenlijk verder op wat Nina zei over de veranderingen die we moeten doorvoeren. Want het zijn natuurlijk veranderingen die ook heel breed zijn en niet alleen gaan over energie, maar eigenlijk over hoe we onze hele samenleving opnieuw moeten inrichten. Maar wat betreft de energietransitie, het is eigenlijk best wel een complex gedetailleerd systeem waar je op zichzelf al heel veel aandacht aan zou kunnen besteden. Maar ja, dus hoe gaan we onszelf voorzien van hernieuwbare energie? Hoe zorgen we dat we klimaatneutraal energie verbruiken? En eigenlijk voor 2030 natuurlijk.
Om te beginnen even over de mythe dat die energietransitie niet zou kunnen, dat het niet haalbaar is of dat het te duur is. Dat is eigenlijk iets wat ik heel vaak hoor als persoon die daar in werkt. Dan gaat het over van ja, maar dat kunnen we niet betalen en het is niet haalbaar. Maar eigenlijk zijn energietransities zijn historisch gezien eerder de norm dan de uitzondering. Dus we zijn al door heel veel energietransities geweest. We begonnen eigenlijk bij biofuels, dus dat denk aan houtverbranding en dergelijke. Toen zijn we naar steenkool overgestapt, vervolgens naar olie en naar gas. En nu staan we eigenlijk voor de zoveelste energietransitie naar hernieuwbare energie. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet iets nieuws. En het is ook iets wat we al vaker hebben gedaan en wat we dus ook kunnen doen. Het gaat er alleen om dat dit een transitie gaat zijn waarbij er gewoon heel sterke belangenbehartiging is vanuit de groepen die precies deze transitie hier geen winst uithalen. Dat zijn natuurlijk de belangen van het grootkapitaal. Maar over de hele linie gezien zou deze transitie voor iedereen een betere, gezondere, veiligere energietransitie of energievoorziening opleveren. En het is ook nog eens, als je kijkt naar de kosten, je kan natuurlijk zeggen dat het duur is om te veranderen, maar eigenlijk is het gewoon veel duurder om niet te veranderen. Dus bij een business as usual scenario gaan we in Nederland in ieder geval ongeveer 1,5 miljard euro meer geld kwijt zijn aan energietransitie, volgens een scenario van Urgenda, dan wanneer we wel ons hele systeem zouden omgooien. En dat is nog niet eens met alles meegerekend, alle kosten die erbij komen kijken van klimaatverandering zelf. Dus alle externaliteiten, als je die zou doorberekenen in hoe duur het is, dan van klimaatverandering, dan kom je natuurlijk op een gigabedrag. Dus eigenlijk is het ook veel goedkoper om die energietransitie wel gewoon te maken. Ja, dus dat even om die mythe uit de weg te helpen. Dat het, maar ik denk niet dat jullie daar allemaal erg voor zouden te spreken zijn. Van laten we doorgaan zoals we gaan, anders zitten jullie hier niet. Maar goed, wij zijn natuurlijk niet de eerste die nu deze vraag behandelen. Van ja, hoe doen we het dan wel? En dit is eigenlijk een best wel complexe vraag. Omdat energiesystemen zijn complexe systemen. Er zijn heel veel wisselwerkingen tussen verschillende variabelen in het systeem. En er zijn heel veel feedback loops ook. Dus je kan niet zomaar één ding veranderen zonder ook heel veel te veranderen. Daarom is er ook geen simpel antwoord eigenlijk op die vraag van hoe gaan we het anders doen. Iets wat heel veel wordt gebruikt hiervoor om hier toch een antwoord op te formuleren zijn scenario's en modellen. Dus door dit door te berekenen kan je er eigenlijk voor zorgen dat je een model krijgt waarbij je telkens kleine variabelen en parameters kan aanpassen, zodat je alsnog ja, eigenlijk een toekomstscenario kan uitwerken. Dit wordt gedaan voor energietransities, maar het wordt eigenlijk voor heel veel toekomstscenario's gedaan. En specifiek voor energietransities in Nederland zijn er ook veel scenario's ontwikkeld. Zowel door bedrijven, maar ook door de overheid, door onafhankelijke onderzoeksinstituten en door NGO's. En deze scenario's ja, die werken eigenlijk alle paden uit die we zouden kunnen bewandelen om klimaatneutraal te worden. En daarom wil ik een paar even met jullie bekijken hoe zoiets eruit zou zien. Dus als eerste eentje van Kalevastra, dat is een opdracht gemaakt van de Rijksoverheid. Dit is een scenario, meest linker kolom is eigenlijk hoe we het nu doen. En dan hierna gaat het naar 2030. Dus dit is een scenario waarbij we pas in 2050 eigenlijk energie- of klimaatneutraal zouden zijn. Maar dit is dus vanuit de overheid. En dan hier in de scenario's ernaast zie je afhankelijk van hoe het wordt gestuurd. Dus vanuit Nederland, vanuit Europa of internationaal zie je hoe die verschillende mix van energievoorziening verdeeld zou kunnen zijn. En hier gaan natuurlijk ontzettend veel berekeningen achter schuil. En het heeft niet echt zin, denk ik, om daarop in te gaan. Maar dit is dus allemaal doorgerekend en ook qua haalbaarheid doorgerekend. Maar zo zie je dat je dus op heel veel manieren eigenlijk zou kunnen komen tot een energievoorziening in 2050. Waarbij je, nou ja, dus voornamelijk eigenlijk op elektriciteit, dat je daarvan afhangt. En dat je
En dat is dan weer vooral door zon en wind opgewekt. En dan is er ook een rol voor waterstof en voor geothermie bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal verschillende bronnen van energie. Dit is een scenario van TNO. Dus dat is een onderzoeksinstituut, maar werkt ook veel samen met de overheid en bedrijven. Dus zij hebben het weer iets anders vormgegeven. Hier zie je, ze hebben twee verschillende scenario's, het adapt en transform scenario. En bij allebei zie je eigenlijk ook dat, zij gaan ook pas uit van 2050 klimaatneutraal. Maar je ziet wel dat uiteindelijk ook dat we er gewoon komen als we die een soort van langzaam zouden afbouwen, onze fossiele brandstoffen zouden afbouwen. En dan als laatste is er nog het Urgenda-scenario. Oh, wacht. Ik zie dat het daadwerkelijke scenario niet werkt in deze slide, maar dat is... maar goed. Het Urgenda-scenario is wel bijzonder in dat het ervan uitgaat dat we in 2030 gewoon al klimaatneutraal kunnen zijn. Dus dat is het meest ambitieuze scenario eigenlijk. En het grote verschil eigenlijk met de andere scenario's is dat zij ook heel erg inzetten op dingen als besparing, oplossingen waarbij we ook echt iets moeten inleveren, zeg maar, als vooral dat het grote kapitaal veel zou moeten inleveren. En dat doen de andere scenario's eigenlijk niet. Maar hoe zij het doorberekenen, zouden we dus ook, en die berekeningen zijn gewoon best wel solide, zouden we dus in 2030 gewoon klimaatneutraal kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk wel interessant, dat op die manier ook echt als je er dus, als je alle verschillende onderdelen van zo'n complex systeem zou meewegen, dat je dan uiteindelijk toch zou kunnen komen op klimaatneutraal eigenlijk en onze doelen zou kunnen halen nu. Maar het probleem is wel, we zouden dan nu echt aan de slag moeten gaan. En dat is natuurlijk de grote vraag, of we dat ook daadwerkelijk gaan doen. Dus dit zijn in ieder geval voorbeelden van hoe er wordt uitgerekend dat we tot een klimaatneutrale energievoorziening zouden kunnen komen. Dan wil ik het ook nog even hebben over eigenlijk het laaghangende fruit. En eigenlijk noemde Nina het ook al even over bijvoorbeeld de subsidies die worden gegeven aan bedrijven. Er zijn ook heel veel aspecten eigenlijk van onze huidige energievoorziening die eigenlijk gewoon compleet achterhaald zijn en compleet overbodig. Dat is bijvoorbeeld de gigantische hoeveelheid fossiele subsidies die op het moment worden gegeven aan bedrijven. Dus eigenlijk valt binnen Europese wetgeving valt het geven van subsidie voor bedrijven omdat hun fossiele energie duurder wordt, valt onder klimaatactie. Dat is hoe de Europese regelgeving er op het moment uitziet. En dat zijn natuurlijk echt belachelijke onderdelen die we gewoon direct zouden kunnen afschaffen. En die ook vergeleken met zo'n scenario waarbij het toch best wel gaat om een soort van incremental change. Dat het afschaffen van zulke subsidies zijn echt stappen die wat mij betreft meteen kunnen worden genomen. Dus dat is wel interessant. Even kijken hoor. Oh ja, dan ook nog even om te kijken naar hoe zit het eigenlijk met dan, als we zo denken van oké, maar hoe doen we het dan met zon- en windenergie? Je ziet eigenlijk dat de productie van zon en wind, het is specifiek over Nederland, dat het eigenlijk de afgelopen jaren echt gigantisch aan het stijgen is. En het gaat ook eigenlijk alle voorspellingen voorbij. Dus dit is een voorbeeld van... Dus in de kleurenlijnen zie je hoe de voorspellingen, de prognoses waren. En met die zwarte lijn zie je hoe het eigenlijk telkens gewoon gigantisch al die voorspellingen overstijgt. En dit is dus een lijn die als die zich voorzet, dan heb je dus ook genoeg wind en zon eigenlijk om heel veel te kunnen opvangen. Dan als laatste nog even ook over schijnoplossingen. Want je hebt die low-hanging fruits van dingen die je gewoon meteen zou kunnen veranderen. Maar je hebt ook eigenlijk een soort van nep-fruit, een soort van fake-fruits. En dat zijn eigenlijk oplossingen die,
die echt fantastisch klinken, maar die eigenlijk te mooi zijn om waar te zijn. En ja, het mooie eraan is vooral dat we daarvoor niet zouden hoeven veranderen aan onze levensstijl. Dus dat zijn oplossingen waardoor wij niets hoeven in te leveren, maar vooral het grootkapitaal niets hoeft in te leveren. Maar het probleem met die oplossingen is dat ze ofwel niet haalbaar zijn, ofwel de gevolgen ervan niet overzien zijn. En dat er vooral heel erg vanuit wordt gegaan dat technologie alles voor ons zal oplossen. En dat is eigenlijk best gevaarlijk. En in die scenario's die ik net heb laten zien, is er ook eigenlijk geen rol voor dat soort oplossingen. Want je kan er nooit van uitgaan dat er een soort deus ex machina komt op het gebied van de energietransitie. Je moet vanuitgaan van de oplossingen die je nu hebt. En als je daar niet mee redt, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Want je weet helemaal niet of er een grote verandering gaat komen die ons gaat kunnen redden. Misschien wel, maar ook grote kans van niet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld... Een voorbeeld is de transitie die Nederland heeft gemaakt eigenlijk naar gas. Het idee was dat we overgingen op gas omdat er werd gedacht, er is een gelimiteerde hoeveelheid gas beschikbaar in Nederland. Maar tegen de tijd dat die gasvoorraad op is, hebben we zodanig duurzame kernenergie dat we gewoon compleet op kernenergie kunnen gaan. Onze energievoorziening compleet van kernenergie uit kan gaan. Nou ja, nu zijn we zoveel jaar verder. Wat is het? 50, 60 jaar verder. En dat is er gewoon nog niet. We hebben niet een duurzame kernenergievoorziening. Dus dat is het gevaar van als je ervan uitgaat van... Ook al is het 60 jaar in de toekomst, je kan er niet van uitgaan dat je dan technologische doorbraken hebt die alles voor je gaan oplossen. En nu is natuurlijk het gevaar dat het nu 2022 is en dat we gewoon 8 jaar de tijd hebben om het te fixen. En heel veel van de oplossingen die uitgaan van technologische ontwikkelingen gaan niet op tijd zijn voor die komende 8 jaar. Dus kernenergie is een groot voorbeeld daarvan. Eigenlijk over kernfusie is wel veel... dat is een soort van de holy grail van energievoorziening. Omdat je dan schone, duurzame kernenergie zou kunnen hebben. Maar ten eerste hebben we dat gewoon helemaal niet. En het zou echt nog minstens 50 jaar kunnen duren voordat we daar überhaupt aan beginnen. Dus we kunnen er gewoon niet van uitgaan dat we zoiets zouden hebben. Dan is het nog niet te spreken over de huidige dus kernvisie die we nu hebben. Dat is gewoon compleet niet duurzaam. Het levert ontzettend veel gevaar op voor de samenleving. Dan heb je ook nog technologieën zoals geoengineering technologieën. Dus eigenlijk manieren om de aarde zo te manipuleren dat je minder klimaatverandering zou zijn. Dus bijvoorbeeld je hebt solar radiation management. Dus dat er deeltjes in de lucht worden gespoten zodat er minder straling is. En dat je dus dat de aarde zou afkoelen. Maar dat is ook zo'n technologie waarvan we compleet de gevolgen niet kunnen overzien eigenlijk. Het zou misschien iets positiefs kunnen bijdragen, maar het zou ook ontzettend veel negatieve gevolgen kunnen hebben. En dat is vaak het risico, ook als je het hebt over een energietransitie, dat het heel aanlokkelijk is om te focussen op manieren waarop we kunnen veranderen zonder dat we echt hoeven te veranderen. Eigenlijk ook aan alle scenario's die zijn uitgewerkt valt wel te zien dat er wel gewoon echt heel veel moet gaan veranderen. Dat het niet makkelijk gaat zijn. Maar we moeten gewoon nu volledig eigenlijk daarop inzetten. Eigenlijk zou de overheid hierin ook een grote rol moeten hebben. En moeten sturen op het doel van klimaatneutraal zijn. En niet de economie onze doelen laten bepalen, maar andersom. Dus dat het doel van de economie bepaalt. Zullen we kunnen afronden? Ja. Ik wil jullie ook graag nog even een paar leestips meegeven als je dit interessant vindt en als je meer wilt leren over energietransities, maar ook hoe we de economie ten doel kunnen stellen van de energietransitie en over alle obstakels die hier op de weg liggen van klimaatverandering tegengaan. Dit zijn boeken, de
De eerste is vrij toegankelijk. Die andere twee zijn iets meer, hoe zeg je dat, technisch. Maar het zijn aanraders, denk ik, die als je hier meer voor wil weten, dan kan je die lezen. Dat was het eigenlijk.